hier in de studio. Maar het is alweer tijd voor het volgende onderwerp. Straks zit Sugar Cane hier bij mij aan tafel. Maar eerst even een exclusief kijkje in het leven van Sugar Cane. What's good, man? You fuck nu met Sugar Cane, a.k.a. Red Light Boogie. Ik ben er nog steeds en ik ben van plan om nergens naartoe te gaan. Behalve dan hij gaat in je nek. Sugar Cane, baby. Halen. Woep. Sugar Cane. Een van de meest beruchte en spraakmakende rappers van Nederland is al meer dan 20 jaar actief in de Nederlandse hip-hop scene. Daarnaast staat de Amsterdamse hip-hop veteraan bekend om zijn provocerende uitlatingen over collega-rappers en natuurlijk zijn autocollectie. Naar HVO toegestapt, huis voor onbewoonden. En kom ik in HVO intern terecht. Dus je moet nagaan, ik heb een interview op TMF bij Sylvana Soul. Mijn clip wordt daar gedraaid. Maar ik zit intern te kijken naar mijn eigen videoclip in HVO. Met junkies en zwervers om me heen die ook geen onderdak hebben. Waarvan mensen elkaar in de douche gingen pijpen voor een pakje sigaretten. Of voor een extra voedselbon. We zijn op de Albert Cuypmarkt. Hier loop ik al rond vanaf klein jochie. Begrijp wat ik bedoel? Dit is mijn buurt, de pijp, lijp in de pijp. Hey, even oppassen, gozer. Dit is een collega van me die ik vroeger heb gewerkt. Nou, hier heb ik een tijdje gewerkt. Voordat het allemaal met mij de goede kant op ging. Mijn tweede zoontje was geboren, Kane Junior. En ik moest erbij stappen, ik moest bijverdienen. En ik zat net tussen dat van uitkomen met je eerste single in. Ja, en geen geld verdienen, dus je moest wat doen. Voor mijn gevoel werd ik wel geconfronteerd met een klein beetje schaamte, weet je. Naar de peoples die hele hoge verwachtingen van me hadden en die heel hoog naar me keken. En ik dacht gewoon hier op de Albert Cuypmarkt werkte, weet je. Yo, I'm like Nintendo, cause now you're playing with power. So ask my page, just leave my rhyme, cause rougher, so it gets harder to breathe. Muziek was echt mijn enigste houvast in die tijd. Dat was nog hetgene waar ik nog om kon lachen. Als ik een dope punchline hoorde of zo. Het is gewoon heel erg raar voor mij om te praten over hip-hop, want ik ben hip-hop, vriend. De misconcepties over mij, weet je, gaan ver. Weet je, mensen praten over dingen wat ze niet kennen van mij, weet je. Ja, pimp dit, gangster zus, bla bla bla. Maar at the end of the day ben ik gewoon een businessman, weet je. Ben ik gewoon een hustler. Je pusht een Lexus en je pusht een Escalade en Hummer en je pakt je buit en je loopt te shinen met je shit. Dan ga je daarover rappen. En dan hier denken mensen van ja, hij blaast het op mijn head. Zal wel. Maar ja, dat leef ik echt. Het gaat zo ver voor jou dat jij denkt dat ik aan het lullen ben. Al die dudes die stoer spelen in die video's en shit, die praten over dingen wat ze niet leven, maar wat ze wensen te leven. Zolang jij niet rijdt waar ik in reed. Zolang jij niet kan trekken wat ik trok. Zolang je niet blinkt met hetgene waar ik mee blinkt. Ben je niet wat je rapt, vriend. Je bent een hustler, maar dat rap je al 5 jaar lang. Maar je zit nog steeds te klooien met grammetjes. Wanneer ga je een keertje overstappen tot blokken? Maar uiteindelijk toont het aan, omdat ik de dag van vandaag nog steeds sta. En je weet zelf hoe, dat ik een warrior ben. We zijn nu in mijn crib. Dit is de sport waar ik me rust in vind. Als ik in mijn crib zit en ik kijk om me heen, dan zie ik het resultaat van het harde werken en de vastberadenheid. Als je het niet kan visualiseren, kan je het niet realiseren. Ik blijf gewoon bezig met muziek, man. Ik weet niks anders, ik ken niets anders. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik ken wel andere dingen, maar ik doe liever dit. Laten we het daarop houden. Een heftig filmpje. Wat zeg je nog om iemand te introduceren? Ik weet wat ik ga zeggen. Mm-hmm. Maart 2009 ja. Komt er een album aan. Duidelijk. Een album waar Redman op staat, Memphis Bleek, Scram Jones. Bootcamp Click. Even hoor, want we hebben net dat filmpje zitten kijken. Het was hier helemaal stil in de studio. Wat springt er voor jou het meeste uit? Dit is het kwetsbaarst en het gevoeligst dat ik jou ooit heb gezien. Mag ik dat zeggen? Mm-hmm. Hoe is dat voor jou om dat terug te zien hier in de studio? Ja, als ik vaak conversaties heb gehad met mensen, dan sprak ik wel vaak over mijn verleden. Dus het is eigenlijk niks nieuws voor mij. Maar om het zo in beeld te zien, maakt dat verschil? Ja, toch best wel. Weet je, dan krijg je toch wel een soort van flashback. Denk je, wauw man,
dan brengt het heel veel soort van memories met zich mee, weet je. Dat je denkt van, wauw, ik ben echt door heel veel shit gegaan. Eer dat ik kon staan op de manier hoe ik nu sta. En hoe sta je nu? Want dat is mijn vraag. In welke fase van je leven ben je? In the best shape of my life. Ja, waarom zeg je dat? Omdat ik heel veel rust in mijn ziel heb. Ik ben gelukkig, ik ben tevreden, ik heb overzicht. Ik heb een handelsgeest die zich uit in resultaat, succesvol resultaat. Dan heb je het over het albumstelling voor onder andere. Had jij, als ik zo dat verhaal van je leven zie, had jij ergens eerder in je carrière het album wat er nu gaat komen, had je dat eerder kunnen uitbrengen? Nooit niet. Nee? Hoezo niet? Als je omsingeld bent door negatieve mensen en je instelling is negatief en het enige wat je in je lichaam hebt zitten is woede en haat, dan kan je niets opbouwen, man. Je kan alleen maar opbouwen met veranderd? Rust. Als jij dat zo zegt, er is dus een moment geweest waar jij dat hebt losgelaten, die woede en die haat, die negativiteit. Beschrijf me het moment. Ik wil het voor me kunnen zien. Op het moment dat ik in Afrika was en geconfronteerd werd met de islam. Wanneer was dit? 2005. 2005. En wat gebeurde er toen? Toen werd ik geconfronteerd met de antwoorden die ik nooit niet kon vinden in het leven. Noem eens een voorbeeld. Ja. Je hebt mensen die denken van, hey, Chinezen hebben hun religie, je weet toch, Arabieren hebben hun religie. Wat is nou voor negers, begrijp ik bedoel? Dus je bent eigenlijk op zoek naar jezelf, constant. Dat was ik in ieder geval aan het doen. Ik was constant op zoek naar mezelf. Wie ben ik? Begrijp ik bedoel? Mm-hmm. En toen ik dat had gevonden, toen stond ik heel erg sterk in mijn schoenen. Wat veranderde er op dagelijkse basis, wanneer je dat dan vindt? Het omgaan met mensen in de eerste instantie, het bekijken van bepaalde dingen in het leven. Ook naar jezelf toe, maar ook naar anderen. Ben je kritischer geworden op jezelf? Nee. Nee? Milder. Je bent milder geworden op jezelf? Maar daardoor juist harder. Leg uit. Kijk, als jij constant maar streng voor jezelf bent, dan ben je nooit tevreden met jezelf. Mm-hmm. Maar je moet leren om tevreden te kunnen zijn met de prestatie die je soms levert. Je moet dingen gewoon goed kunnen afronden, afsluiten. En ik kon nooit niks afsluiten, daarom was ik altijd boos op iedereen. Op elke rapper, op iedereen. Want ik vond het allemaal homofieletjes. Ik vond nep rappers, ik vond ze allemaal nep. Omdat ze lullen over dingen was het niet, weet je wat ze niet leven in het echte leven. Want ik kom ze daar niet tegen, dus ik zie ze daar niet. Dus het is meteen al van, ah, maar hij is een sukkel, maar hij praat biggie, maar hij is kakka. Begrijp je? Dat soort dingen. Ik was altijd met andere mensen bezig, weet je. Omdat ze in mijn wereld komen, hiphop. Begrijp je? Duidelijk. Nu komt het nieuwe album eraan. Mm-hmm. Je hebt je jongensdroom, mag ik zeggen, om je album te maken nooit losgelaten. Juist. Zeg goed, toch? Klopt. Welke deuren moet dit album voor je openen? Het is een internationaal album wat ook in het buitenland uitkomt. Ja, in New York. Waar? In New York komt het uit. Onder welke noemen? Onder welk label? Now and Ever Records. Dat is je eigen label? Mijn eigen label. Wat moet er gebeuren voordat jij zegt, oké, dit is wat ik daarmee bedoeld heb? Wat moet gebeuren met het album? Kijk, ten eerste gaat het om mezelf. Ik wil gewoon graag, zoals hoe ik dat altijd al heb gewild, een album uitbrengen. Mm-hmm. Ten tweede, ik stam af van een generatie die begon met Engelstalig rappen. En heb ik het echt over 1984. Mm-hmm. Ik ben vanuit die generatie nog de enige die is overgebleven. En ik heb nog steeds die passie, nog steeds die droom. Snap je? En de redenen waarom mensen nu Nederlandstalig rappen, is alleen maar in mijn visie vanwege het feit dat ze nooit niet eerder hebben kunnen aanschouwen dat iemand die Engelstalig rapt succesvoller mee is geworden dus op internationaal vlak. Dus je wil hiermee een voorbeeld stellen ook? Ik zou het heel tof vinden als meerdere jongens juist Engelstalig zouden gaan rappen. Want we hebben zoveel interessante verhalen hier te vertellen in Nederland wat gehoord mag worden op internationaal vlak. Ik ga je een hand geven en succes wensen. Ik Dank ben heel man. Benieuwd hoe het gaat lopen. Top. Kom nog een keer terug en bedankt voor je openhartigheid. Duidelijk. Dank je.